Ik ben Manuel Konijnendijk, ik ben lid van de rekenkamercommissie van de gemeente Almelo. Wat doet een rekenkamercommissie? De rekenkamercommissie die ondersteunt de raad door het doen van onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid. Zo hebben we vanavond bijvoorbeeld een rapport aangeboden die, waarin we onderzocht hebben hoe het staat met de kwaliteit van openbare ruimte, integraal beheer openbare ruimte binnen de gemeente Almelo. Wat zijn of wat waren uw belangrijkste conclusies? Uh, belangrijke conclusies zijn: hè, de buitenruimte is van ons allemaal. Uh, er zijn bepaalde kwaliteitsnormen vastgesteld. Nou, we hebben geconcludeerd dat de gemeente daar in belangrijke mate aan voldoet. Maar dat beelden daarover toch wel uiteenlopen. We verwachten allemaal wat anders van die buitenruimte. En dat zit in belangrijke mate in de communicatie. Hoe communiceer je erover? Leg uit wat je daarin doet, leg uit wat je normen zijn. Uh, en daar kan de gemeente nog, uh, nou daar kan nog dus het punt van doorontwikkeling zit daar nog. Ja. Kunt u enkele reacties noemen van gemeenteraadsleden op uw rapport? Ja, we hebben net het rapport technisch besproken met de gemeenteraadsleden. Dus ik kon er toen vragen stellen over, aan de onderzoeker die ook aanwezig was. Een verdieping op het rapport. Ze herkenden veel wat er stond. Um, zien ook wel in dat de communicatie inderdaad op onderdelen beter kan. Zien ook wel dat de gemeente al veel heeft gedaan de afgelopen jaren. Er heeft een on enorme ontwikkeling plaatsgevonden. Maar ja, er is ruimte voor verbetering. En de, de gemeenteraad gaat ook het college vragen in de politieke uh, beraadslagingen. om daar uh, wat meer werk van te maken. Kunt u een voorbeeld noemen uit uw onderzoek? Ja, er zijn, we hebben algemeen gekeken naar de openbare ruimte, maar er zijn ook een aantal projecten onderzocht. Bijvoorbeeld het project Single, maar zo waren er meer. En daar hebben we met name gekeken, heeft de gemeente daar de werkzaamheden integraal op elkaar afgestemd? Uh, hoe zijn ze daartoe gekomen? Spelen verschillende belangen mee? De ene partij wil de bomen laten staan, de andere partij wil juist de parkeerplaatsen. En hoe gaat de gemeente ermee om? Heeft ze dat voldoende afgewogen? Welke keuzes zijn uiteindelijk gemaakt? Daar hebben we heel concreet naar gekeken. En met name rond je projecten zien we dat de gemeente wel heel veel werk maakt met het betrekken van de verantwoordelijken daar, daaromheen. Ja. Wat gaat er gebeuren met de uitkomsten van uw onderzoek? De uitkomsten gaan nu door naar een politieke, politieke raad. Daar gaat de raad erover spreken en het college ook bevragen op het onderzoek. En gaat het college ook een aantal oproepen, een aantal aanbevelingen over te nemen. De aanbevelingen zijn van ja, kijk toch hoe je met elkaar die informatiestructuur en de communicatie beter vorm kan geven. We zien dat binnen de organisatie stappen zijn gemaakt met het integraal werken, samenhangend werken. Maar daar kan ook nog wel een stapje bij, dat is een aanbeveling. En een aanbeveling is werk en beleid uit hoe je inwoners nog meer kan betrekken bij het beheer van de openbare ruimte. Komt er nog een definitieve versie van het rapport? Ja, de raadsleden hebben nog een aantal suggesties meegegeven. Een stukje verduidelijking, een stukje toelichting. Die gaan we nu nog verwerken. En dan komt de definitieve versie al heel snel. Want volgende week is al de politieke beraadslaging. Moeten dan alle aanbevelingen worden opgevolgd? Ook dat is aan de raad. Kijk, wij doen de aanbevelingen in de raad. Het is dus vervolgens wat ze ermee willen. Als die ze overneemt en het college oproept. Ja, Ook dat is politieke discussie. Maar wij denken dat het van meer waarde is als die aanbevelingen worden overgenomen. Ja. Welk cijfer geeft u zichzelf als rekenkamercommissie? Uh, dat is een hele mooie vraag. Ik denk een, een, een mooie 7,5, een ruime voldoende. Dat vind ik altijd mooi, dat geeft ruimte tot groei. Ja. Wanneer komt het eerst volgende onderzoek? Het eerstvolgende volgende onderzoek uh, komt naar de participatiewet. Dat zit in de, in de afrondende fase en we gaan het onderzoek opstarten naar de energietransitie binnen de gemeente Almelo. In, hoever in hoeverre kunt u onafhankelijk van uh, het bestuur opereren? Ja, nou dat is een hele mooie, want is toevallig is er een nieuwe uh, een wetswijziging. Per 1 januari is een nieuwe wet in werking getreden. We zijn nu een rekenkamercommissie. Er zaten eerst interne leden in de raadsleden. Dat mag niet meer. Het mogen alleen nog maar externe leden zijn. Dus we moeten omvormen naar een rekenkamer. En dan worden we volledig onafhankelijk. We bepalen ook zelf ons onderzoeksagenda. Uiteraard, wel gehoord hebben waar de raad behoefte aan heeft. Maar dan, ja, wij bepalen de agenda en niet de raad. Dank u wel. Graag gedaan.